Jij hebt iets met dieren, hè? En misschien druk ik me zachtjes uit. Mag ik zeggen dat jij dierenactiviste bent? Ja, dierenwelzijnsactivist zou je kunnen zeggen. In de zin van dat ik me daarvoor inzet. Je bent strijdbaar. Ja, nou jij strijdbaar. Ik doe mijn best om te zorgen dat de dieren in Nederland het wat beter krijgen. Oké. Nou, onderdeel daarvan is dat jij zei, dan wil ik jullie eens meenemen hier naar dit varkensbedrijf. Waarom wil je dat zo graag? Nou, wat wil je laten zien? Ook mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik ben nog nooit hier in de stal geweest. Nee. Maar ik heb die varkens wel gehoord. Dus ik loop hier vaak langs met de honden. Oh. En toen dacht ik, ja, ik zou toch wel eens daar binnen willen kijken. Ben jij niet bang dat je schrikt straks als je binnenloopt? Dat je denkt, verdorie. Ja, ik denk wel dat ik het zielig vind. Hallo. Hoi, Roosje. Hoi. Hallo. Hi. Hallo. Peter. Harm. Wij mogen even kijken, hè? Hoi, Roos. Wij mogen even binnenkijken. Ja. Dat willen we graag. Ja. Moeten we wel even omkleden. Kom, we gaan even varkens kopen. En? Ja, ik vind dat natuurlijk toch zielig, omdat ze zo achter die eieren liggen, vind ik echt zielig. Maar hoe moet dat, Arjen? De moeder doen we opsleut achter het ijzer. Puur voor bescherming van de bekken. Hé, hey, daar is er eentje dood. Ja, die is onder de moeder gekomen. Maar die gaat kijken naar bij zijn broertje. Ja. Ach, vindt die moeder dat erg of denkt ze, ach, één keer of minder? Helemaal niet. Helemaal niet? Nee, die geven ze helemaal niks om. Sterker nog, ze kunnen ze opeten. Als ze opruimen. Doen ze dat? Dat is de natuur. Ja. Maar dat sta je daartoe? Of, Nee, wij ruimen ze altijd op. Is dat staartje afgeknipt? Ja, dat heb ik geprobeerd. De helft doen wij eraf. Want? Waarom? Dat is dat laatste stukje van staart, zit geen gevoel in. Ja. En als een varken zich in een slechte tijd krijgt of een keer in de tocht komt, dan gaan ze in elkaar knabbelen. Hey Harm, zou je het anders willen dan dit? Het kan anders. Maar waarom zou je het niet anders doen? Als ik het anders ga doen, dan word ik te duur. En dan wil men niet voor betalen. Maar zou je het willen? Ik zou het willen. Ik zou de helft van willen houden. En dan maar zou je bijvoorbeeld het zo willen doen dat de varkens gewoon buiten lopen? Dat zou ik ook willen. Maar het is niet zo dat als jij zegt, kijk, deze big is 10 weken groot geworden in het weiland buiten. Ja. Dan mag ik meer voor vragen. Ja, maar dat krijg je niet. Dan krijg je er gewoon niet voor. Je krijgt het gewoon niet. Wou jij daarvan? Dat het zo gaat? Ja, één kant wel, ja. Ja, want voor jou zou het ook leuker zijn als het niet zo was, maar gewoon lekker buiten, modderbad. Dan zou jij er denk ik meer lol aan hebben, of niet? Ja, dat denk ik wel. Triest vind ik. Ja, wel. Ja, ik vind het triest. Hoe was het allemaal? Dit ziet er toch een heel stuk anders dat uit, hè? Heel gezellig. En hier zie je ook dat het echt roedeldieren zijn, hè? Ja. Zie je dat deze beesten gelukkiger zijn nu ze hier zitten? Dat kan je merken. Veel vrijer als eerst. Dit is, het is nog steeds niet lekker buiten rennen. Nee. Maar het is een stuk leuker dan daar zitten. Ja. Valt het je mee of valt het je tegen als je dit ziet? Dit valt me mee. Dat andere viel me tegen. Ja. Ja. Jij maakt je sterk voor het dierenwelzijn. We zijn ook in een stal deze kijken. Ik vond dat Harm, de boer, ik vond het gewoon zo aardig van hem dat hij ons alles liet zien. Maakt het voor jou dan niet moeilijker om te strijden voor dat welzijn? Want soms is het natuurlijk veel makkelijker als je zegt, ik wil die argumenten van die boeren niet horen. Ja. Ik vind gewoon, het moet zo gebeuren. Ja. Als jij je ook probeert te verplaatsen in het standpunt van de tegenstander in dit geval, dan is dat natuurlijk een stuk minder makkelijk. Dat is ook moeilijk, want het liefst vind jij het wil moeilijk je... dus? Ja, ik vind het heel moeilijk, want ik voel me heel erg betrokken bij het onderwerp. Maar ik zie ook wel de andere kant. En ik bedoel, ik heb natuurlijk, er is altijd een boosdoener. Voor mij is dat verschoven. Vroeger was je tegen de boeren. En die boeren waren rotzakken. Dit is verschoven. Voor mij zijn nu de supermarkten zijn de boosdoeners. Want die bieden dat aan voor bodemprijzen, waardoor het eigenlijk gewoon voor die boer niet haalbaar is om het op een goede manier te doen. De overheid. En ook echt voor mij het CDA. Want het CDA zit altijd op landbouw en doet er alles aan om het zo te houden zoals het is. He, dus dat zijn voor mij nou de kwaaie pieren, waar ik niet zo heel veel zin heb om me daarin te verplaatsen. Oké.
Je hebt ooit een open brief heb je, gemaakt. En dat hebben 150 hoogleraar hebben dat ondertekend, hè, tegen deze hele zaak. Heeft dat nou effect gehad, denk ik dan? Nou, veel minder dan ik wilde. En ik dacht toen dat als je met zoveel deskundigheid, hè, mensen die toch ook enige status hebben in de samenleving, zegt van dit kan zo niet langer, dat dat veel meer impact zou hebben. Dat is toch frustrerend? Dat is hartstikke frustrerend. Dat is dat je strijdlust aan. Ja, want je denkt heel vaak, althans ik zo zeg, niet in de basis, maar er zijn heel veel momenten dat je denkt, nou, weet je wat, ik hou ermee op. Doe dan maar, ik ga zorgen dat mijn eigen leven leuk is, dan dat ik steeds maar tegen de muur loop te bonken. Maar het is ook zo, dat weet ik ook van die andere mensen, dat die strijdlust komt altijd weer terug. Kijk, en nu denk ik, je ziet wel dat in de samenleving geleidelijk aan het veranderen is. Ik denk niet dat ik het nog mee ga maken. Dat we terugkijken op die vee-industrie en dat we zeggen, wat verschrikkelijk dat we toen die dieren zo hebben behandeld. Kan je dat nou begrijpen? Nee, kan ik niet begrijpen. Dat gaat een keer gebeuren. Ik weet niet of, ik denk niet dat ik het nog mee ga maken. Is het leven mooi? Soms denk ik, als ik over deze dingen nadenk, dan denk ik, god, ik zal blij zijn als ik er niet meer ben. Dan hoef ik het allemaal niet meer aan te zien. Dan hoef ik niet meer aan te zien hoe mensen met de wereld omgaan. Weet je, dat doet me echt pijn. Dus dat is niet het moment dat ik zeg, het leven is mooi. Maar waar is gelukkig sterven van afhankelijk dan voor jou? Nou, als die vee-industrie, als ik dat heb opgelost, dan kan ik wel gelukkig sterven. Want ik heb geholpen om dat op te lossen.